Mijn naam is Thea Hilhorst. Ik ben hoogleraar humanitaire hulp aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Ik ben vandaag samen met de Universiteit van Nederland in Amsterdam om guerrilla-colleges te geven over de dreigende hongersnood in de Hoorn van Afrika. Nou, dat is eigenlijk best wel spannend om te doen. Hey mensen, mag ik even jullie aandacht? Wil jij dan even meefilmen? Dankjewel. Mag ik jullie iets vertellen? Zouden jullie misschien ietsje dichterbij kunnen komen? Nee, je hebt ook wel gehoord toch dat er allemaal hongersnood dreigt in Afrika. En hoe kan dat? 2017. Ik heb wat dat betreft goed en ik heb slecht nieuws. Dus wat willen jullie het eerst horen? Het goede of het slechte nieuws? Goede nieuws? Ja. Nou, het goede nieuws is dat de wereld eigenlijk steeds beter in staat is om te gaan met hongersnood. Als je nagaat dat misschien 150 jaar geleden of zo had je bijvoorbeeld in India en in China hongersnoden waar 10 miljoen mensen overleden. Het was in India gewoon 1/3 van de bevolking. Nou, daar horen we nu niets meer van. Waarom? Omdat het niet meer gebeurt. Die overheden kunnen ermee omgaan, de landbouw is verbeterd, mensen worden geholpen door de droge tijden heen. Het slechte nieuws is dat in een aantal landen dit niet het geval is. Er wordt nu geld ingezameld voor Zuid-Soedan, Jemen, Somalië en Nigeria. Nou, dat zijn nou precies landen waar de overheid en rebellengroeperingen oorlog voeren met elkaar. Daar is een soort dodelijke cocktail, niet alleen droogte, maar ook armoede en geweld. Nou, wat gebeurt er dan? Dat mensen hun oogst mislukken, want ze kunnen ook niet goed naar het veld of wat dan ook. Op de markt is geen eten meer te krijgen, want het transport over de weg werkt niet meer. En mensen kunnen ook niet naar de stad. Dus dat zijn de situaties waar mensen echt afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Helpt die hulp wel? Nou, daar doe ik dus onderzoek naar. Al het onderzoek laat zien dat als je wat geld geeft, dat het echt helpt. Terwijl het aantal rampen echt enorm stijgt, gaat het aantal doden bij die rampen juist enorm omlaag. De hulporganisaties zijn er heel goed in geworden om voedsel op zo'n manier te transporteren en bij mensen te brengen, dat ze er echt in slagen om heel veel mensenlevens te redden. Dus terwijl er op dit moment 20 miljoen mensen bedreigd worden met de dood, als we niets zouden doen, kan ik jullie verzekeren dat als we de Verenigde Naties en de hulporganisaties een steuntje in de rug geven, dat de meeste van die mensen gewoon echt gered kunnen worden.